Hoi, welkom. Dit is een algemeen bericht. Een bericht voor iemand die het nodig heeft op dit moment. Houd er uh, uh, rekening mee dat dit altijd algemene readingen zijn. Uh, wil je graag een persoonlijke reading, dan kan je deze aanvragen via ladyoracle.gmail.com We gaan eens dus even kijken wat er door mag komen. Een algemeen bericht. Ik al dat er iets los mag komen. Oké, okay. we hebben de bosmarmot met tijd om los te laten. Dat kan innerlijk iets zijn, dat je innerlijk iets mag loslaten, maar het kan ook extern zijn. Wees zacht aardig voor jezelf. Zorg goed voor jezelf. Maak jezelf altijd prioriteit 1. En met doe alsof. Ja, misschien doe je alsof je goed voor jezelf zorgt. De juiste keuzes maken is goed voor jezelf zorgen. Je innerlijk werk te doen is goed voor jezelf te zorgen. Te streng voor jezelf, uh, de wesp. Soms steekt het tijd om los te laten. Dus ja, soms gaan dingen niet zoals je wilt dat het gaat, en is het misschien dus ook tijd om dat los te laten. Dan heb ik de coyote met vertrouwen op goddelijke omwegen. Wees zacht aardig. Dus het kan zijn dat je naar een bepaalde richting gestuurd wordt nu. Uh, ja, om je rommel op te ruimen. Intern, extern, misschien wel beide. Oké. Okay. Ik heb het gevoel met de wesp dat iets niet gaat zoals je zou willen. En misschien doe je alsof het allemaal goed gaat, maar de resultaten zeggen nee. Het gaat niet zo goed. Oké. Okay. Bij. Zo. Uh, de voelkaart. Dat duidt op een nieuw begin. Dus loslaten en nieuw starten. Down the rabbit hole. Dat is meteen wat ik er eigenlijk bij uh, doorvoelde komen. Down the rabbit hole ruim je rommel op. Dus innerlijk zit er iets niet helemaal in orde. Het is niet helemaal oké. Okay. De, de voel, dat gaat ook wel vaak over impulsiviteit. Dus misschien ga je toch te snel met iets. En vandaar misschien ook doe alsof. Ja, down the rabbit hole. En deze twee kamen er eigenlijk samen uit bij Wees Zacht aardig. De acht van staven en de zes van munten. Dit gaat over plotselinge veranderingen. Nou, de vol is al een verandering eigenlijk. Dat is een sprong nemen naar het vertrouwen. Invertrouwen een nieuw begin starten. Iets is niet meer helemaal oké. Okay. Het gaat niet zoals, zoals je dat zou willen. Zes van munten. Het is niet gelijkwaardig. Het is niet gelijkwaardig. Wat jij doet en ervoor terugkrijgt of ontvangt, is niet in gelijke waarde. Maar dat komt omdat de intern de waarde ook nog niet oké okay is. Koning van Bekers, bij doe alsof. Ik heb het gevoel hierbij dat jij bepaalde emoties vasthoudt. Dat jij je niet kwetsbaar durft te tonen. Of gewoon naar jezelf niet durft te tonen. Niet kwetsbaar durft te zijn. Of emoties niet in bedwang kan houden. Met de chameleon heb ik het gevoel dat je het aan het onderdrukken bent. En vandaar dat er dus rommel komt binnenin jou. Ja, we zitten momenteel in stierseizoen en die zes van munten die laat dus ook een stier zien. En misschien heeft het wel met iets te maken van je aardse bezittingen. Misschien heeft het iets financieels, een financieel tintje, niet gaat, dat er iets niet gaat op financieel vlak zoals jij dat zou willen gaan. En dat heeft met waarde te maken. Hè? Dus uh, de stierseizoen staat helemaal in teken van waarde. Financiële waarde, maar ook de normen en waarde. Je eigen interne waarde. En als je interne waarde niet goed staat, dan kan je dus extern ook de waarde niet ontvangen. Aas van staven. Je wilt heel graag iets nieuws starten. Twee keer een nieuw begin hier onder elkaar, maar het lukt niet. Het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. En dat steekt, dat frustreert. En dat betekent, ik ga er echt loslaten, energie bij krijgen. En dat betekent, er zit troep in jou. Er moet opgeruimd worden. En dat heeft met waarde te maken. Vertrouw op goddelijke omwegen twee van zwaarden en de vijf van staven. Ja, dit is die innerlijke conflicten. En het niet kunnen kiezen wat voor jou waardevol is, wat jij nou weet je, als we zelf niet weten wat waardevol is, wat waarde is voor onszelf, dan kan je ook geen waarde ontvangen. Dus je maakt altijd keuzes voor jezelf die dus niet waardevol zijn voor jou. Je bent jezelf op die manier dus aan het saboteren. En dat geeft innerlijke strijd, conflicten. Maar dat komt omdat je waarschijnlijk nooit geleerd hebt wat waarde is. Als je dat nooit geleerd is, dan kan je dus ook niet verwachten dat jij Waarde kan ontvangen. Dat moet je eerst zelf ontdekken en dan moet je dus down the rabbit hole. Dan moet je dus intern gaan kijken en jezelf dit gaan aanleren. Opnieuw opvoeden, herprogrammeren. De koning van munten. Ja, dat gaat over die waarde. Je hebt lage zelfwaarde en je kiest dus daardoor altijd een bepaalde richting. Uh, die niet waardevol is voor jou. Mm. Wat is het waar jij aan vasthoudt? Spirit heeft een plan. Spirit heeft een plan. Hier. Weet je waarde. Spirit gaat jou naar een bepaald pad leiden. Je wordt dus echt geleid, goddelijke omwegen, om je waarde te leren. En je gaat dus allerlei uitdagingen krijgen op dat pad, die jou laten zien. Um, Dat je moet leren kiezen voor waarden. Time for beginners' mind. Dus terug. Helemaal naar het begin. Dus echt deprogrammeren. Ja, spirit has a plan. Dus jouw innerlijke spirit. Hè, dus jouw ziel, die heeft een plan. Een zielsblauwdruk. Daar staat je plan in uitgestippeld. Mag ik iets zien bij doe alsof? Je doet alsof misschien je die waarde al in jezelf gevonden hebt, maar nu ga je dus ontdekken op die goddelijke omwegen dat dat niet zo is. Innerlijke vrede. De duif. Think on your feet. Denk snel en improviseer. En niks is verloren met de gier. Doe alsof... Ja, je doet alsof je in vrede bent met jezelf. Je doet alsof die innerlijke conflicten er niet zijn. Je bent het een soort van aan het vermijden. En je bent het aan het onderdrukken. Kijk, de walvis, of nou ja, de, in dit geval de orka, die gaat heel diep. Als een, een beest die heel diep kan gaan, heel diep kan duiken. En dat is ook iets wat jij nu moet gaan doen. Althans, je wordt daar naartoe geleid, dus het gaat wel vanzelf. Om de verbinding in waarde met jezelf te herstellen. Je kan naar de externe factoren blijven kijken en daar uh, heel geïrriteerd mee zijn, gefrustreerd mee zijn. En hè, de wereld is uh, de boeman, maar het zit natuurlijk al in jou. Jij hebt nooit in je opvoeding meegekregen wat waarde is. Hè, dus je ouders hebben je misschien ook nooit leren, uh, uh, laten zien van, hè, je bent waardevol. Ik erken jou. Uh, ik zie jou. Ik hoor jou. Dus ja, op die manier ben je dus ook gaan leven. En dan kan je dus ook niet verwachten dat jij nu werkelijke waarde kan ontvangen. Nee, wat jij gaat ontvangen is minder waardig. Dus de keuze die je maakt, komt vanuit een minder waardige plek binnenin jouzelf. Maar niks is verloren, alles heeft een reden. Dus dat jij nu een bepaald pad gaat bewandelen waarin je dit gaat leren. Dat is niet zomaar verloren tijd. Dat is een ervaring die je gaat meemaken, zodat jij daar wijzer van wordt. En jij dus eindelijk die waarde in jezelf kan gaan ontdekken. Uh, ja, wat, wat vind ik wel waard en wat vind ik niet waard. Als jij niet weet wat waarde is voor jou, waardevol is voor jou. Dan kan je ook nooit die keuzes daarin maken, want dan kies je altijd vanuit een plek van minder waardigheid. Er gaat een nieuw begin sowieso voor jou starten. De Spirit gaat jou leiden naar een nieuw, nieuw begin. Maar ik voel ook dat jij graag ergens nieuw in wil beginnen. En dat dat niet lukt. Omdat Spirit zegt nee. We gaan eerst iets anders doen. Want weet je, anders blijf je in een cirkeltje lopen. De spirit zet waarschijnlijk mensen op jouw pad. Ja, op jouw pad uh, die jou niet waarderen. Ze waarderen jou niet, dat laten ze ook zien, dat laten ze blijken. En hierdoor ga jij dus meer de waarde zien, leren zien. Zo werkt het. Claim, reclaim your power. Hè. Dus uh, claim je kracht terug. Uh, van waarde binnenin jouzelf. Dat is wat je moet gaan leren nu. Jouw eigen waarde terugklimmen. Maar dan moet je wel weten wat waarde betekent voor jou. Wat betekent waarde voor jou? Wat betekent waarde voor jou in relaties, in verbindingen? Wat betekent waarde voor jou in je gezondheid? Wat betekent waarde voor, waarde voor jou uh, op financieel vlak, op werkvlak? Uh, als levensstijl. Uh, wat, wat betekent waarde voor jou? Wat is waardevol voor jou? Dat moet je eerst weten. En dan kan je het pas gaan leren. Dit is waar, en dat is ook waar met de dolfijn. Ik heb eerder het gevoel van hè, je, mag weer, je mag meer naar die hoge frequentie komen. Naar um, die liefdevolle frequentie, die intelligente frequentie binnen binnenin jouzelf. Want de dolfijn was ook een heel intelligent beest. Een hele hoge frequentie. Bereikt heel veel met de energie die hij uitstraalt. Want wie kan nou een dolfijn niet mooi vinden en lief vinden en daar vrolijk van worden? Ja. Uh, Niemand kan daar in de ontkenning mee zijn. Dat dit gewoon een echt een, een mega mooi beest is. En dat het je gewoon automatisch iets doet. En jou automatisch hoog in frequentie brengt. Dat is wat de dolfijn doet. Die heeft een hele sterke frequentie. Zonder dat dat beest eigenlijk daar moeite voor hoeft te doen. En dat is ook wat jij kan. Ook jij hoeft geen moeite te doen. Uh, om iets te bereiken, om iets te ontvangen. Het is je frequentie die je uitstraalt naar buiten toe en je ontvangt het automatisch. De dolfijn is een entertainer op zich. Het is heel speels, hele speelse energie. Het is een entertainer in de oceaan en uh, gaat heel speels daarmee om. En die trekt dus ook de aandacht. En als jij dus in die energie zit van de dolfijnenergie, misschien moet je daarmee gaan werken. Um, of een edelsteen van een dolfijn. Of gewoon een video van een dolfijn aanzetten. Dan ga je er automatisch al in die frequentie zitten. En moet je eens kijken wat je dan aantrekt. Maar ja, dat gaat pas gebeuren als jij ook echt weet en leert wat waarde is voor jou. Wat betekent waarde voor mij in. Verbindingen in mijn werk, in financiën, in mijn levensstijl, gezondheid. Wat vind ik waardevol? En kijk, iedereen heeft zijn eigen mening en dat is ook wel van dit is waar en dat is ook waar. Je moet je eigen waarheid volgen. He, dat, dat ik uh, het, het waardevol vind om uh, weet ik veel, een, een bakje chips te eten bij mijn video die ik bekijk, dat vind ik waardevol. Maar dat iemand anders zegt chips, oh nee, daar gaan we niet aan beginnen. Dat is zo slecht voor je lichaam. Maar ik vind het waardevol. Ik hou daar plezier uit, gezelligheid, sfeer. En het doet mij geen pijn. Die chips doen mij geen pijn. Daar ondervindt mijn lichaam geen hinder van. Omdat ik daarin geloof. En wat ik geloof wordt waarheid. En dat is net zoals bij jou. Waar jij in gelooft wordt waarheid. En als iemand zegt, ja, ik moet elke dag sporten en gezond eten, want daar, dat vind ik waardevol, nou, die persoon gelooft daarin en dan zal het ook zo zijn. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, innerlijke waarheid. En daar moeten we allemaal naar terug, naar onze eigen innerlijke waarheid. En niet meer ons laten beïnvloeden door de waarheid buiten onszelf. Want jij weet heel goed wat. Goed is voor jou en wat slecht is voor jou. Voor jou. Dat weet jij, die antwoorden zitten allemaal in jou. Je hebt in principe geen gids nodig, want het zit al in jou. Maar ik kan me voorstellen dat je het moeilijk vindt om die antwoorden te vinden of te horen. Ja, en dan ga je gebruik maken van bijvoorbeeld een gids of iets externs wat jou kan activeren of een bevestiging kan geven. Maar meestal zeg je: ik wist het al. Of het gevoel krijg ik. Nee, eigenlijk wist ik het al. Ja, omdat het allemaal al in jou zit. Jij weet heel goed wat goed is voor jou en wat slecht is voor jou. Maar door de programmeringen die we ook hebben meegekregen, zeg maar, vanuit onze opvoeding, schoolsystemen, zijn we verward geraakt van wat werkelijk goed en slecht is voor iemand. Je moet je eigen innerlijke waarheid ontdekken: waarheid, waarde. Liefde zit allemaal in jou. Dat mag je allemaal opnieuw ontdekken voor jezelf. Al die antwoorden zitten in jouzelf. Ga jezelf herprogrammeren. Ga leren wat waarde is voor jou. Heb je daar al wel eens over nagedacht? Wat waarde is voor jou op he, verschillende fronten: verbindingen, relatie, uh, woonomgeving, uh, levensstijl. Noem maar op. Wat is voor jou waardevol? Waar haal jij de vreugde uit? Uh, je moet mij niet elke dag in een sportschool zetten. Daar word ik niet gelukkig van. Ook al zeggen duizenden mensen: het is gezond en je moet bewegen. Ik word daar niet gelukkig van. Natuurlijk beweeg ik en vind ik het fijn om te bewegen, maar ik hoef niet elke dag in een sportschool met een salade op mijn schoot te zitten. Daar word ik echt niet gelukkig van. En als ik niet gelukkig ben, dan gaat dat van binnen werken. En dan word ik ziek en dan ga ik mezelf uitputten en dan ga ik mezelf tegenwerken. Dus wat is voor jou waarde? Wat is voor jou waarde? Luister niet naar al die berichten om jou heen, maar luister naar jouw eigen bericht. Je hebt een eigen zender binnenin jouzelf zitten, een radiozender. Zet jouw eigen radiozender aan. Dit is jullie reading. Uh, oh, dit is een algemene reading. Voor wie zit ik dat nou te doen? Zal ik het nou voor de leeuw te doen of voor de.? Want de leeuw ga ik na doen, maar ik weet het even niet meer. <laughs> het is een algemeen bericht, maar ja, misschien is het een leeuw die dit moet horen. Ik weet het niet. Ik dank je wel voor het kijken. Dank je wel uh, voor jullie steun. Vergeet niet om hieronder te abonneren uh, of um, dit te worden. <laughs> ik ben helemaal van me apropos. Uh, ja, wie weet zie ik je snel weer terug. Doei doei.